De Klimaatactieve Stad is een initiatief van klimaatambassadeur en watergraaf Stefan Kux. Een stad beter beschermen tegen te veel of te weinig water en slimmer omgaan met energie kan bijdragen aan een aantrekkelijker stadsbeeld en biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Als waterschappen en gemeenten meer met elkaar gaan samenwerken rond klimaatopgaven in de stad, kunnen ze meer bereiken. Waterschappen willen water zo lang mogelijk vasthouden om problemen elders te voorkomen. Tegelijkertijd willen gemeenten zichtbaar water in stedelijke gebieden. Dat levert een aantrekkelijke stadsbeeld, mogelijkheden voor warmte- en koude opslag, maar ook voor horeca en recreatie. In een klimaatactieve stad worden die zaken bij elkaar gebracht. Er kan meer worden bereikt als waterschappen en gemeenten vanuit een gezamenlijke opgave werken en willen geven en nemen. De Klimaatactieve Stad is geen project, maar een beweging. Verschillende initiatieven zijn eruit voortgekomen. Neem Almelo. De gemeente, de provincie en het waterschap hebben samen de kansen en ambities voor water uitgewerkt in het stedelijk waterplan Binnenstad Almelo. Een van de maatregelen is het aanleggen van de waterboulevard. De stadsvijver wordt uitgebaggerd en het Overijsselskanaal wordt doorgetrokken tot in het stadscentrum. Er ontstaat een nieuwe binnenstad die bijdraagt aan een verbeterde infrastructuur, werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, waterbeleving, waterberging en recreatie. Om zo'n project van de grond te krijgen is veel afstemming nodig. Samenwerken betekent dan ook veel investeren in elkaar. Samenwerking met het waterschap, maar ook met inwoners, is ontzettend belangrijk omdat alleen lukken deze projecten niet. Samen lukken die projecten wel, want je brengt kennis bij elkaar, je brengt geld bij elkaar en het is een verbetering voor de stad, voor het milieu, voor ons allemaal. Bij de beweging Klimaatactieve Stad zijn er niet alleen kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Denk aan het voorkomen van overlast door droogte of door nattigheid en het reduceren van CO2-emissies, dus energiebesparing. Maar ook duurzaamheid. Als je een riolering vervangt, kun je ook kijken of je een zodanig rioleringssysteem aanlegt dat je warmte kunt terugwinnen. Bij elk nieuw project leren we weer. En de voorbeelden zijn inmiddels talrijk. Het voorbeeld van de Klimaatactieve Stad verdient navolging in heel Nederland. Maar het lukt alleen als waterschappen en gemeenten hierin goed gaan samenwerken.